Zometeen in Onvoorspelbaar. Dat is heftig hoor. Wat dan? Wat vind je eng? Ja, maar wat vind je eng? Dat is een stomme vraag. Ja, ik ben niet van plan om te stoppen. Nee. Ja, we hebben het wel de laatste bekerfinale gespeeld. Ja, nou ingevallen. Ben je een hardcore PSV die dan gewoon al 100 jaar in Amsterdam bent? Ah, lekker ouwe Nelen. Maar we trappen natuurlijk af met de tegenprestatie. Succes, Rafael. Morgen. Morgen. Even serieus. Wat? Duikplankje, dat durf ik me vanaf. Niet van die, maar... Hey. Ah, nee, hè. Oh, ik zag alleen... Ik zag alleen die middelste. Daar staat ze. Lekker voor je. Nou, kijk, Rafael. Dit is hoe het moet. Is dat warm in het zwembad of niet? Hè? Nou, trek je zwembroek aan. Gaan we naar boven? Ja. Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk. Ah, je bent wel fit. Hey, dat is wel lekker. Je hebt hem al best wel snel aan, hè? Heb je hem ook zo snel uit altijd? Ja, meestal sneller uit dan aan. Jongens, hij is er klaar voor. Kijk even wat een Adonis. Hé, hey, kom op, even deze. Die zegt maar dat ik dik ben. Oké, jongens, we hebben dus 3 meter, daar staat Aniek nu. 5 meter, 7,5 meter en 10 meter. Kijk hem ook met die twee handjes, die leuningen. Twee handjes. Doet hij goed, hè? Dat is van de vaart heel belangrijk. Hij houdt evenwicht, balans, alles op intuïtie. Nou, hij is boven hoor. Raf, en? Hey, maak maar weer die bevalling. Aniek, ja. Moet je eerst omhoog? Ja, eerst omhoog. Ja. En daarna armen naar beneden. En het is echt belangrijk dat je alles goed aanspant. Maar als je in de lucht zo gaat doen, ja, dan gaat het pijn doen. Je armen, je rug. Maar je moet... Dat is heftig hoor. Wat dan? Wat vind je eng? Ja, maar wat vind je eng? Dat is een stomme vraag. Ja, nee, maar krijg je pijn in je buik? Krijg je in je rug? Je weet toch, als ik op een stoel sta, heb ik al deze. En, Raf? Ga het gewoon doen, die gek! Oh, jongen! Maar even serieus, wat heb je... Je bent ballen. Je ballen? Wat doe je met je ballen? Iets te wijd uit de kraan. Grote ballen? Nou, wat ging je ballen? Oh, je benen gingen te wijd uit elkaar. Ja, je maakte klappen, jongen. Dat wil je niet weten. Maar gast, je ging het gewoon... Ik denk, je gaat gewoon niet. Ja, ik denk, ik moet het nu doen. Anders doe ik het nooit meer. Volendam PSV 2-2. Was niet gek geweest, godverdomme. Jezus, Oele staat me nooit een bal tegen. Ik moet je echt serieus. Jezus. In deze nieuwste aflevering van Onvoorspelbaar doen Jan Joost en Rafael een voorspelling van een wedstrijd in de kwartfinale van de Toto KNVB-beker. Degene met de slechtste voorspelling levert de volgende keer de tegenprestatie. En dat zo'n bekerwedstrijd best lastig te voorspellen is, bewijst deze top 3 van historische momenten in de kwartfinale van de Toto KNVB-beker. We beginnen met een knotsgekke kwartfinale in 2016. VVSB uit Noordwijkerhout knokt zich na een 2-0 achterstand tegen Den Bosch terug naar 2-3. En is daarmee de eerste amateurclub in 40 jaar bekervoetbal die zich weet te plaatsen voor de halve finale. In het bekerseizoen 2001-2002 wordt eerste divisionist Telstar totaal zoek gespeeld door Ajax. Nou ja, dat valt wat mee. Dan heb ik het niet over Ajax 1, maar over een jeugdelftal. De Amsterdamse jonkies zijn veruit de betere van de mannen uit Velsen en Muiden. Het wordt 3-0. Last but not least, een kwartfinale uit het vorige bekerseizoen. Met een uitslag die de wenkbrauwen wederom doet fronzen. Eredivisionist AZ gaat eraf met 3-1.
tegen NAC Breda, dat op dat moment zesde staat in de keukenkampioendivisie. Hey! Lekker! We hebben er een! Hoppa! Een goedemorgen! De bekerwedstrijd die wij gaan voorspellen is van Ajax-PSV. Oh, ho, ho, ho! Ja, op de toekomst, de eerste afspraak. Lekker! Met good old Lasse Schöne. Hey. Gaaf. Lekker zeg. Ajax-PSV. Bedankt. Ja, ik moet ook wel zeggen, het was ook wel een schande geweest als het niet Ajax-PSV was. Ja, dan had ik niet meer meegedaan. Nee, hè? Nee. Lasse Schöne, de verloren zoon. 34 is hij. Kan het nog, denk je? Ja, waarom niet? Maar bij Ajax? Nou, zoals ze de laatste tijd spelen, Ik wou zeggen, dat kan ik ook nog mee. Nou, maar Lasse Schöne zeker. Nou. Hij heeft zo'n goede techniek en zo'n trap dat je alleen al daar, zeker in de Nederlandse competitie, dan kan hij makkelijk mee. Maar het is natuurlijk wel, ja, Genoa, ja, ik weet het eigenlijk niet. Is dat dan, of is het niet echt mislukt? Nee, natuurlijk is het mislukt. Maar weet je wat het is? Kijk, dan heb je een goed jaar en dan heb je Sier, Frenkie de Jong, De Ligt. En hij kon daar heerlijk in renderen, weet je wel. Dat wil niet zeggen dat je meteen met Lasse Schöne in de Serie A eventjes de dienst uit gaat maken. Maar ja, is dat dan dom van hem of is het gewoon nee, is het ook logisch hij, dat hij gaat, toch? Hij is logisch, want hij kon lekker zijn centjes pakken. Ja. Je moet, na zo'n jaar, die had hij toch nooit meer gehad. Dan moet je gewoon gaan. Prima spelen. En een geweldige trap. Oké, dus jij zegt doen. Ja. Gewoon contractje geven. Doen. Ajax PSV. Ik zal ze vast even rustig even over even laten indalen wat ik daar ga voorspellen. Ik ben echt. Ik wacht even de dag af. Maar je zou het ook wel zeggen dat het op een gegeven moment is dat we klaar met die tegenvoorspellingen of tegenprestaties. Jongen, het heet niet voor niets onvoorspelbaar. Het is ook onvoorspelbaar geweest dat jij van dat ding afsprong. Ja. Het hele team in de war. Iedereen in paniek. Maar hij doet het gewoon. Ik hoor het nog niet nu. Ja, ik ga lekker wachten tot die camera's goed zijn. Ja, maar jij bent ook wel echt een gast. Kijk. Verloren zoon. Hoe is het? Jullie? Goed. En jij dan? Fit? Koud? Ja, absoluut. Kijk eens, jongen. Top fit. Ja. We hadden het er even over, maar het is toch gewoon nog een jaartje ballen hier? Of? Dat ligt niet op mij, hè? Wil je graag gewoon wel toch nog even ballen? Ja, ik ben niet van plan om te stoppen. Nee. Nee. Ik ben enigszins op leeftijd, maar ik ben nog fit, ik heb er nog zin in. En, ja. Maar stel nou dat hij zegt, teken maar een contract, maar dan ben je echt een mentor en een nestor de komende half jaar. Doe je dat dan? Kijk, je moet natuurlijk wel spelen en ze weten wel hoe ik hier in elkaar zit. Het is ook duidelijk dat een andere rol gaat worden dan dat ik gewend word. Ja. Dat begrijp ik heus wel. Ja, we hebben wel de laatste bekerfinale gespeeld. Ja, nou, in ieder geval, hè. 4-0. Hey, weet je nog wie de scoorde of niet? Of ben je niet zo een? Ja, nee, dat ben ik zeker niet. Nou, ik weet wel dat mijn Deense vriend een goal maakte. Die was een gekke debuut naar mij en Kasper liep aan de zijlijn. Christensen. Die heeft een half jaar met mij getraind. Jaartje. Dus ik kwam daar en ik was alleen maar te zeiken. Die Denen, geen techniek. En alleen alle goede Denen gaan niet voor niks al snel naar Nederland. En hij was een beetje het mannetje bij ons. En in één keer was hij weg naar Ajax. Toen zei hij, Jezus Christus, je hebt echt gelijk gehad. Ik ben veel te slecht voor dit niveau. Positiespel kon hij zich niet voorstellen. Ajax-PSV kwartfinale vinden wij natuurlijk smullen. Want PSV is toch wel een lastige tenminste. Dat was hier in de Arena ook niet, zeker best. Lastig. Zo. Nou, als de laatste wedstrijd ook kijken hoeveel kansen ze creëren. Denk ik dat ze er meer dan 1 of 2 in schieten. Ja. Wat wordt het? 3-1. 3-1. Ajax PSV 3-1. Bedankt. Oh. Dankjewel. Succes. Jullie bedankt. Hoe is met jouw ballen eigenlijk? De ballenbak? Nou, ik zou je zeggen dat de benen zijn opgehouden met trillen. Ben je wel een beetje trots op jezelf? Ik ben mega trots. Ja, hè? Maar kijk, weet je, het is, ik heb gewoon hoogtevrees. 5 meter doe ik net aan om indruk te maken op mijn zoon en op mijn dochter. Terwijl je eigenlijk dan al staat te gutsen. En dit was gewoon 10 meter. Dat ze gewoon zegt, voordat ik ga, ja, je moet echt je lichaam strak houden. Want als je even dit doet met je arm, dan heb je gewoon een week last van je arm. PSV? PSV heeft eigenlijk verhoudingsgewijs niet zo vaak een beker gewonnen. Dat is gek. Nee. 9 keer. Wel veel van Ajax gewonnen. Heel veel van Ajax gewonnen. Hey, daar gaan we. Nou, Lasse Schöne hebben we gehad. Wie krijgen we nu? En goedemiddag. De volgende afspraak is met diehard PSV-fan Frankie Lammers. Frankie Lammers? Ja, leuk. Undercover gaan we. Undercover. Gave serie. Bedankt. Frankie Lammers. Hey, gave serie. Dat kan niet goed, hè? Die Lammers, jongen, dat is ook zo'n ongelooflijke gestoorde PSV-autist gewoon is het. Want hij weet dus ook altijd alles. Echt? Ja, hij weet alle spelers, doelpuntenmakers, aantal goals, topscorers. Je kan ze gek niet verzinnen. En de beste man weet het. Vrij hardcore supporter. Ik denk dat hij zo meteen gewoon lekker in zijn shirtje staat. Ben je een
hardcore PSV'er die dan gewoon al 100 jaar in Amsterdam woont. Ja. Kan toch niet? Kijk, daar staat hij. Ja, ja. Hey. Oh. Hey. De dikke en de dunne. Shirtje erbij. Hoe is het leven van de PSV? Ja, wisselend. Het was even 20 minuten heel goed tegen Ajax. En toen gingen we toch weer achteruit lopen. Het lijkt wel een oude ziekte, lijkt het wel. Het was jammer. Ja, maar ben je een beetje content met Schmid, met de manier waarop het gaat? Nou, zo langzamerhand mag er wel wat meer te zien zijn. Ja. Maar het zit ook niet mee. Veel van onze creatieve jongens zijn geblesseerd. Daar doe je verder ook niks aan. Dus, jammer. En wat dacht je toen die loting kwam? Lekker. Lekker? Ja, altijd lekker. Ja. Tuurlijk. Daar heb jij niks tegen in te brengen, denk ik. Nee, ik echt keren 0-4 geloof ik. 0-4, met die drie keer Van Bommel. Was jij daarbij, Rafael? Dat wist ik niet meer. Ik ben na een uur gewisseld. Stond trouwens al 4-0 te rollen. Dat is een mooie nederlaag. Ik vind wel, PSV wordt wel weer een keer tijd die beker pakken. Ja, sowieso. Maar de laatste keer beker jullie? Want jij weet altijd alles. Jij bent een weetjesmens. Heracles, denk ik. 3-1. En weet je dan ook nog de doelpunt te maken? Nee, dat was met die tanden in... Die was gewoon zijn tanden kwijt en die stonden achter in zijn achterhoofd. Dat was die wedstrijd. Ja, dat was die wedstrijd. Maar jij houdt ook van mooie spelen. Kon je eigenlijk voor Van der Vaart nog een beetje in zijn tijd als voetballer een beetje begrip opbrengen of niet? Nee, dat was een fantastische voetballer. Je hebt Willy Carbo en je hebt Rafael van der Vaart. Dat zijn de enige twee met zo'n doelpunt, geloof ik, in de Eredivisie. Ja. Maar wij moeten natuurlijk altijd aan het einde voorspellen. Hè? Ja. Ik denk zelf heel erg, ik heb gevoelsmatig zit ik weer aan een gelijk spelletje te denken. Ja. En ik zat te denken, meteen even de penalties, nu. Wij tegen elkaar? Ja, Ajax PSV. Jij hebt keep hoop. Ik als een lange stengel op de goal. Hoeveel krijgen we er? 5 pingels. Oké, jongens, gewoon 11 meter. 5 pogingen allebei. En wat is nu de tegenprestatie dan? Degene die uiteindelijk gaan... Oh, zullen we billenbrand doen? Ja, weer billenbrand. En jullie nemen 10 penalties, er gaan er 4 in. Ik pak er 6. Ja, tuurlijk. Oké. Oh. Die telt niet. Die staat er nog in. Die zit niet. Oh. Jammer, bijna zijn hoofd eraf. Ze moeten er nu wel allemaal in. Ja, ik heb gewonnen. Nou, billenbrandje dan maar. Oh. Hij schiet er gewoon door het doel heen. Oh, kut. Ja. Jammer zeg. Oké, deze, we hebben nu natuurlijk die mooie editie in de arena gehad. Twee helften met behoorlijk verschillende gezichten. Wat verwacht je van deze eigenlijk? Net zoiets of niet? Ik moet gewoon zeggen dat we gaan winnen, ja. Dat vind ik. Ja. Ik denk... 1-2. 1-2. Weet je genoeg? Ik weet genoeg. Matige penalty. Ik begrijp wel dat je op het eindtoernooi nooit een penalty hebt genomen. En daarom heb ik ook niet zo vaak gewonnen. Dankjewel, Frank. Yo. Kom op, Raf. Bedankt. Ja. Lekker! Doei. Hoi, hoi. Hey, mijn bal. Oh! Oh! Nee. Dat was lekker. Hij heeft ook wel lange staken, kan niet makkelijk doorheen. Oké. Lasse Schöne was duidelijk. Ja. Frank Lammers, behoorlijk overtuigend. Ook. De enige over wie ik me een beetje zorgen maak ben jij. Je knijpt hem natuurlijk, letterlijk en figuurlijk blauwe ballen. Mr. Blue Balls hier hoor. Mr. Blue Balls? Nee. Maar ben je er een beetje uit? Ik wel, maar ja? Begin jij maar dit keer. Ik zeg Ajax PSV na 90 minuten gelijkspel 2-2. Nou, gaat hij weer, angst aan. Nee, ja. Geen keuze durven maken. Het is voorspellen. Nee, ik zeg Ajax PSV 2-1. 2-1. Jij bent de lul, jongen, volgende ja? keer. We gaan 100%. Het zien. Nou ja, lekker. Als mijn ballen maar met rust gelaten worden. Denk jij nou dat je beter kan voorspellen dan wij? Laat dan jouw voorspelling voor de kwartfinale Toto KNVB-beker Ajax PSV achter in de comments. Doen hè?